Ja, jongens, we zitten kort voor de herstart van het seizoen met de Nederlandse fans. Heerlijke races in Spa en in Zandvoort voor de deur. Kijk alweer naar uit dat het weer gaat beginnen. Ja, absoluut. Het seizoen is natuurlijk eigenlijk fantastisch onderweg. Natuurlijk geweldig die strijd in het begin met Ferrari en Red Bull. In het begin was een strijd van wie er wel of niet uitvalt. Hè. Dus het was meer eigenlijk een betrouwbaarheidsissue. Maar nu kwam onlangs natuurlijk ook Mercedes lekker erbij. Dus we hebben absoluut een titanenstrijd waar we al jaren naar op zoek zijn. Ja, ze zeggen wel eens, je bent zo goed als je laatste race. Als we in het geval van Max kijken, van 10 naar 1 en winnen in Hongarije. Wat niemand eigenlijk meer verwacht had na die kwalificatie. Dan staat het er heel goed voor. Ja, absoluut. Absoluut. En ik denk wat we vooral ook moeten koesteren is dat die strijd met Ferrari gevoerd wordt. Hè. Dat is natuurlijk heel bijzonder. En Ferrari is natuurlijk gewoon een legendarisch merk. Een prachtig merk. Moet je voorstellen dat we straks over 10 of 15 jaar terugkijken op de strijd tussen Max en Ferrari. Ja, weet je, de klank daarvan vind ik al geweldig. En natuurlijk nu mooi dat we die laatste paar races geen idee hebben hoe die top 3 eruit gaat zien. Maar ondanks het feit dat Ferrari de beste spullen heeft, de beste ingrediënten. eigenlijk meer beste spullen, want af en toe maken de rijders ook fouten. En bij Red Bull is de beste balans. Het team doet het steeds goed met de pitstops en de strategie. Het materiaal blijft grotendeels heel, in het begin natuurlijk even moeilijk. Maar die strijd is dus gaande. Maar wat we wel zien en waar we heel trots op mogen zijn, is dat Max toch wel de constante is. En ja, die zal ook misschien nog wel een foutje gaan maken tegen het einde van richting het einde van het seizoen. Ja, daar is hij die voorsprong wel voor aan het opbouwen. Dus die voorsprong heeft hij. Maar ik hoop niet dat hij hem helemaal nodig gaat hebben. Maar die voorsprong heb je ook vaak wel nodig als je het kampioenschap wil winnen. Ja, constant presteren, 80 punten voorsprong is natuurlijk een behoorlijke marge. Ja, maar het is twee keer uitvallen. Je voelt de hete adem alweer in je nek, weet je. En ik denk dat Red Bull en Max daar wel de mensen naar zijn om zich dat heel goed te realiseren. Dat ze gewoon hun ding moeten blijven doen. Niet te ver vooruit kijken, niet achterom kijken. Max's sterkste punt is dat hij zich alleen maar druk maakt op de dingen waar hij invloed op kan uitoefenen. En dat is een heel sterke punt. En daarnaast het talent, dat helpt hem vaak goed over de streep. Ja, we gaan naar Spa als eerste dadelijk weer. Wat vind je van die race? Hij staat een beetje onder druk, wordt gezegd. Van gaan we wel verder, gaan we niet verder in Spa. Maar hoe kijk jij naar de race in Spa? Ja, het eerste wat ik hoop is dat ze gewoon een prachtig evenement gaan hebben. Want na vorig jaar verdienen ze dat zeker. En zijn zij dat niet, dan zijn het natuurlijk de toeschouwers. Dus dat is wat ik sowieso hoop. En daarnaast binnen die competitie. Ja, ik vind de strijd gewoon geweldig. Max hoeft ook helemaal niet alles te winnen. Laat hij ook maar gewoon maximaal zijn best doen en fantastisch rijden. En erachter komen dat een ander team even wat sneller is dat weekend. Dat is dan misschien jammer voor die individuele race dat hij dan niet wint. Maar voor de strijd is het natuurlijk geweldig. En dat geeft aan natuurlijk hoe knap het is dat hij zo ver voor staat. Daarna komt Zandvoort. Is Zandvoort zelf er al klaar voor die tweede race na vorig jaar? Zeg maar dan nu voor de tweede keer in zo'n lange tijd dat hij... Ja, race waar is? Een heel belangrijk verschil is natuurlijk dat we nu het circuit en de laatste puntjes met de verbouwing en zo allemaal niet hoefden te doen. Want du moment dat we hadden te maken met corona. Dus dan zit je ook een beetje met werkdruk. Dus wij konden dat jaar in zoverre gebruiken dat wij dingen konden uitsmeren. Dus we konden eventjes gewoon de werkdruk eraf halen. Dus we hebben alles in een rustiger tempo gedaan. Maar nu is al het verbouwing is achter de rug. Soms zijn dat lussen in de weg of funderingen van bruggen over de weg. En dat soort dingen moest je natuurlijk vorig jaar allemaal doen. En al die basisdingen, die zijn allemaal al gebeurd. En onze toeleveranciers die de tribunes bouwen en die de hospitality units bouwen, die hebben vorig jaar ook veel geleerd, waardoor ze dit jaar alles veel efficiënter aan kunnen pakken. Ja, vorig jaar was natuurlijk één groot succes. Dat was na zo'n lange tijd weer terug in Zandvoort. Max wint die race ook nog op een mooie manier. Kan het nog beter? Nou, weet je, je hoeft die race van vorig jaar niet terug te geven. Hè? Dus je hoeft niks om te ruilen. Dus dit komt er gewoon bij. Dus in dat opzicht denk ik, ja, natuurlijk kan het beter. Hè? Want je krijgt iets gewoon wat er bovenop komt te zitten. Dus dat is superleuk. Ik denk dat het gewoon een prachtig evenement wordt. Op een andere manier mooi.
Maar voor mij valt het met bak uit de hemel. Ik denk als je dan met 110.000 mensen bij elkaar zit en een mooie race ziet, heb je nog steeds een hele bijzondere dag. Dus wat dat betreft, ik denk dat Nederlandse mensen zijn sowieso, die kunnen wel tegen stootje, hè, dus die zijn wel weersbestendig. Hebben we in Spa gezien vorig jaar. Dus als het rot weer blijkt te zijn, dan denk ik dat het evenement, de organisatie is er klaar voor. De toeschouwer die kan ook wat hebben. Dus ik verwacht in alle opzichten gewoon een heel mooi evenement.